Hallo dames en heren, welkom bij Hexlinji om de afspeellijst vlogs. En dit is natuurlijk weer een nieuwe vlogvideo voor jullie. En zoals jullie zien is Isma hier. En Isma, wat kom jij bij mij doen? We gaan een presentatie maken van Engels en een beetje techniek leren. En in de avond ga ik ook nog bij je eten en nog een beetje chillen met jou. Dus we gaan een beetje chillen, een beetje leren, projectje maken en dan is het eigenlijk alweer klaar. Ja, dit is dus een vlogvideo, dus we gaan jullie vertellen wat we vandaag hebben gedaan. Nou ja, vanochtend was vensterles, dat is altijd wel leuk. Dat is zeg maar een les, dan kun je zelf kiezen wat je wilt doen. Ik doe websites bouwen, en wat doe jij? 3D tekeningen. Hij doet 3D tekeningen, dan maak ik zeg maar gewoon tekeningen in 3D. Een beetje graffiti-achtig of niet? Ja. Dat is wel leuk. En nou, dit was dus de laatste vensterles en nu krijgen we weer wat nieuws. En we hebben nog geschiedenis gehad, maar onze lerares van geschiedenis was jarig. Dus we hebben een leuke film gekeken, we hebben wat lekkers gekregen. En we hebben Nederlands gehad. En hoe was dat, Ismael? Ja, dat is grappig. En op de laptop was ook gewoon een beetje kloot en zo. Dus om jullie wat duidelijk te maken wat wij er nou grappig aan vonden, laten we jullie een korte sketch zien. En ook natuurlijk nog wiskunde, hè? Oh ja, wiskunde! Nee, wiskunde is een leuk vak. Je kunt, ja, ik vind het leuk om hoeken, nulletjes en... Ja. Maar wil jullie laten even sketch zien wat wij nou bedoelen met grappig? Hé, hey, Ismael! Hou daar eens mee op! Kijk dan! Nee, Ismael, niet stoppen! Paulo grappig! Hé, hey, Job, jij moet ook ophouden! Ismael, stoppen nu! Wat dan, hè? Hé, jongeman! Niet zo'n grote mond, anders kun je je gaan melden bij Noordeinde! Hé, hey joh, geef mij ook wat, man. Oké, nu is het allebei afgelopen. Melden! Moeten wij nog allebei melden of... Hoezo moet ik me nou alweer melden? U heeft 10 minuten geleden mijn naam gezegd en zei dat ik present was. Ja! Afgelopen, allebei melden! Huh? Oh, wat? Soms denk ik wel eens, hoe zouden die leraren zijn als ze dan thuis zijn na zo'n drukke schooldag met kinderen zoals ons? Eindelijk thuis! Geen gezeik van die... Ma! Ismael! Dat was eigenlijk de vlogvideo weer. En als de gast Ismael, die jullie wel vaker hebben gezien in mijn video's, hij was nu dus de gast bij deze vlogvideo. En dat was weer en ik check jullie later.